of Gessel. Oh. Ja, even wat drinken, want van de zouden krijgen ze maar dorst, hè. Wat heb je al? Allemaal te drinken? Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Oh. Ik was hier vanmiddag. En toen vroeg ze men, wel lust in uw tom. Ik zei, doe maar een pilsje. Nee. Doe maar een pilsje. Iemand. Wel een echte, hè? Geen een neppert, hè? Geen alcohol. Niet maar ouwe, hè? De burgemeester, hè? Oh. Nee, weet je waarom ik geen alcoholvrije wil, hè? Ja, dat vergelijk met je bij jou aan de waslijn, hè? Het beste is eruit. Het is een goeie. Maar ik zal me eens voorstellen. Ik ben dokter Anders. Ik zet de nieuwe dokter hier in Gijssel, hè. En ik doe het helemaal alleen. Ja, ik run er helemaal alleen. En nou ik hier moest zijn, ja, dan is er niemand in de praktijk, hè. Dus ik heb onze Hans gebeld. Hans Anders. Ja, je zult wel denken, het is geen dokter, hè, dat klopt. Maar ja, je ziet het dikwijls vreks goed, hè. Ja. Ja, en ik klop hier net hierop en ik zie van allemaal patiënten van mij zitten, hè. Oh, verhalen kan ik erover vertellen. Maar dat doe ik niet, hè. Ja, ik heb mijn beroepsgeheim, hè. Dus ik vertel heus niet tegen iedereen wat voor beroep jullie allemaal hebben. Nee, maar zo komt het met patiënten en ik had een patiënt bij zitten die had maar één arm. Die is zonder arm geboren. Die kwam bij mij lijkwit. Ik zei, wat is er met jou gebeurd? Nou, zei hij, ik was gisteren aan de wandel hier in Gijssel. En ik klop een steegje binnen. En het was donker en ineens komt er zonnegrote vent op mijn af, hè. Met een bivakmuts op. Ik dacht, ik draai hem, hè. Dus ik draai hem. Komt er aan de andere kant ook zonnegrote vent op mijn af. Ik dacht, goeiedag, die gaan me overvallen, hè. En op een gegeven moment kwamen ze dichterbij en ze kwamen op het punt dat ik ze aankon, hè. Dus ik fiet die ene met mijn arm zo bij zijn nek, hè. En met mijn andere arm vind ik die andere bij zijn nek. Ik sloeg die kop tegen elkaar en ik naai eruit, hè. Schrokken dat ik waar, dokter. Ja, dat geloof ik best zeker, maar ik snap één ding niet aan jouw verhaal. Jij zegt, je vat met hoe één arm die ene bij zijn nek. En met hoe andere arm die andere bij zijn nek. En je hebt maar één arm. Ja, dat klopt dat ik één arm heb. Maar op zo'n moment, hè, dan denk je daar niet aan. Zo komt Epie bij men. Epie komt bij men. Ik zeg, Epie, dat is lang geleden. Lang geleden dat ik jou gezien heb. Ja, ik kan wel eens kloppen, zei hij. Ik ben een tijdje ziek geweest, hè. Hij zei, maar dokter, waarom heb ik een thermometer aan te horen? Ik zeg, oh, dan heeft mijn vorige patiënt mijn potlood nog ergens in zitten. Maar daar kom ik niet voor zo'n Epi eigenlijk, hè. Ik kom eigenlijk, ik wil mij laten castreren. Ik zeg, Epi, je zult dat wel doen, want dat doet verrekkers zeer, hè. En de eerste tijd loopt de verrekkers moeilijk, hè. Ja, dokter, ik wil dat, want met een beste maaltijd laten doen, en als hij het kan, dan kan ik het ook. En hij scoort toch verrekkers goed bij de vrouwtjes. Ja, maar er is geen weg terug, hè. Weg is weg, hè. Dokter, mijn beste maaltijd laten doen, dus als hij het kan, kan ik het ook. Dus zo gezegd, zo gedaan, hè. Een zaakje onklaargemaakt en hij stapt uit die stoel, hè. Oh, en de pent uit die hij.
en moeilijk lopen. Komt hij buiten, komt hij zijn beste maat tegen. Hey, hey, P. Hoe is het? Heb je nog laten tatoeëren? Gelk had mijn moeilijke woorden. Ja, zo heb ik ook een patiënt, Siske. Hè. Siske, dat is een opaatje, 90 jaar oud. 90 jaar. Hij kwam bij mij. Hey, dokter. Ik krijg mijn geval de laatste tijd niet meer hard. Kun jij daar niet, heb je daar niks voor? Ik zei, nou Siske, daar heb ik zeker goed pilletjes voor. Maar roggebrood eten, dat helpt ook goed. Ga maar eens eerst roggebrood eten. Veel roggebrood. Dus hij Siske gaat naar de gebakkerij van Hulten. Hij zei, doe mij maar 6 roggebrood. 6 roggebrood, zei de verkoopster. Weet je dat wel zeker, het wordt de helft hard. De helft hard? Dan doe er maar 12. Maar ja, ook daar hielp niet, hè. Hij zat een week erop, zat hij weer, hè. Hé, hey, dokter, zei hij. Ik heb vanavond een afspraakje met een jong grietje van 78. En ik zou het zo graag nog een keertje willen doen, hè. Al is het de laatste keer, maar één keer. Nog één keer, dokter. En roggebrood, dat gaat niet werken. Ik zei, nou, dan krijg ik met een pilletje. Maar dan kon de merk wel vertellen hoe het is geweest, hè. Het is goed, zei hij. Dus de volgende dag kwam hij terug, hè. Ik zei, en Siske, hoe was het? Och, dokter, zei hij. Het was geweldig. Het was een eeuwwoord geweldig. Maar een viezigheid, het was, hè, dokter. En ik ben wel 4 keer tot mijn gerief gekomen. En het vrouwke, wat vond er die van? Ja, het vrouwke? Ja, die is niet geweest. Die is niet gekomen. Ik liep van de week liep voor mijn praktijk, zag ik die prins Mark Bogers. Prins Mark van de prins Pier. XXXXV. Ja? Die zat zo op met zijn vingers, zo stond hij voor de deur. En bibberde. Ik dacht, ik weet precies waar dat was. Ik zei, Mark, kom maar naar binnen. Dus hij maar naar binnen. Ik zeg, Mark, dat trillen van jouw handen. Dat komt door een drank, hè? Jij drinkt verreks veel, heb ik gehoord. Drinkt hij nou echt zoveel? Ja, dat valt best wel mee, zei hij. Het meeste valt er eigenlijk gewoon langs, hoor. Ik zei maar, wat drinkt hij dan? Ja, ik weet niet wat ik in huis zet, maar doe mij maar een flesje bier, hè. Nou, ik zei, Mark, jongen, deze moet even serieus nemen, hè. Ik zei, we gaan eens afspreken. We gaan nou eens afspreken dat je vanaf vanmorgen minder gaat drinken en dan kijken we op het eind van de maand of dat minder is geworden. Ja, dat gaan we niet doen, zei hij. Hè. We gaan ons iets anders afspreken. Ik ga vanaf mei eens wat meer drinken en dan kijken we op het eind van de maand wel of dat erger is geworden. Zo komt een burgemeester bij men. Hij had last van hoofdpijn. Hij zei, ja, dokter, zei hij. Oh, ik heb toch zo'n hoofdpijn, hè. En die pijn, die schiet nou via mijn nek helemaal door naar mijn onderrug. Ik kan niet slapen. En ik heb elke nacht pijn. Hebt u daar iets voor? Ik zei, nou, ik zei, het enige wat ik kan doen, burgemeester, dat is die 2 bonkers uit de knikkerzakje halen bij jou. Maar ik keek naar onderen. Oh, nee, dokter, die van niet, hè. Ik heb hier nog heel veel plezier van. Dus hij gaat weer. En ja, een paar dagen naar de rand kwam hij weer, hè. Oh, dokter, ik heb toch zo'n hoofdpijn elke nacht. En die pijn, die straalt nou eens door, via mijn nek, helemaal door naar mijn onderrug. Ik kan niet slapen. Oh, heb je echt niks anders? Ja, sorry dokter, maar als je er vanaf wilt, die bonkers uit die knikkerzak. Nou, dan doet dat maar. Dus, zo gezegd, zo gedaan, hè. Hij was blij, hè. Geen pijn meer. Hij zei tegen mij,
ik ga een nieuw pak aan laten meten bij Lia van het Twinkeltje. Dus hij loopt er naartoe en hij komt er binnen en Lia, zegt hij, ik wil graag een nieuw pak. Dat kan, zei ze. Ze begon een beetje te meten en burgemeester, maak eens vragen. Bent u daaronder links- of rechtsdragend? Nou, Lia, dat maakt bij mij niet meer zoveel uit. Nou, dat denk ik wel, zei Lia, want stel dat u linksdragend bent en ik maak een broek voor een rechtsdragende, dan krijgt u binnen de kortste keer zo'n hevige hoofdpijn en die pijn straalt via je nek helemaal door naar je onderrug. Die eigenaar van de Jumbo, die kwam ook bij mij, hè. Dat was een hoop geld aan geklaat, hè. Hij kwam bij mij, hij zei, dokter, ik ben gebeten door een hond. Ik zei, oeh, dat is niet zo mooi, was hij dat precies gebeten? Ja, dat zei ik niet, zei hij. Dat ga ik jou echt niet vertellen. Ja, maar dat moet ik wel weten, zei ik, want ik kan zo niks, hè. Ja, ik ga het echt niet vertellen waar ik gebeten ben. Ik schaam me eigenlijk diep als ik dat ga vertellen. Het is te gênant voor woorden. Ja, maar zeg het nou, ik kan zo toch niks? Nee, ik zeg het echt niet, dokter. Ik zei, zeg het nou maar, want ik heb een beroepsgeheim, dus het blijft tussen ons. Zeg nou maar gewoon waar je gebeten bent. Nou, vooruit dan. Bij de Aldi. Zo had ik een patiënt, hè. Die was opgenomen in het gekkenhuis. Dus ik ging naartoe, ik moest toch visite rijden, ik ging er naartoe. Ik zei, wat is er toch met jou gebeurd, zei hij. Oh, zei hij, oh, ik was van het weekend in een café, hè, flink onder een drank. Komt een vrouw bij me zitten, wij roken in gesprek. Hè. Alle twee flink drinken, flink in de olie. Op een gegeven moment zei ze, ga er mee met mij naar mijn appartement. Dus ik zei, dat is goed. Dus ik en mij, hè. Komen we dan bij haar appartement. Ze zei, ga dan mee binnen naar mijn appartement. Ga dan mee naar boven. En dus ik en mij naar boven, hè. Wij komen dan binnen in het appartement. We roken weer om een drank, gezellig. En veel erger na, dan lagen we met elkaar in bed, hè. Poedelnaakt, een beetje te fraaien. Komt die vent van Euren eens thuis. En ik kijk naar links en rechts en ik was nergens geen kant op en hij was binnen en ik dacht bij, hoe moet dat nou, hè? Ik dacht, ik ga hier aan het balkon hangen, aan die reling, hè? Dus ik ging daar zo, hè? Zo, poedelnaakt, hè? Ik dacht, jij hebt me niet gezien, hè? Hij had me wel gezien, hè? Dus hij komt er met mij in een hamer en we gaan zo op die vingers van mij te slaan, hè? En ik ging daar, hè? Ik ging kapot van de pent, hè? Maar ja, ik mocht niet loslaten, hè? Ik zei, jij bent er toen gek geworden. Ah, geweldig, zei hij. Het werd nog veel erger. Hij komt terug met een kniptangstje en trok zo die nagels uit mijn vingers. En ik ging daar, hè. Ik ging een pop van de pent en ik kon niet loslaten. Ik zei, jij bent er toen gek geworden. Ah, geweldig, zei hij. Het werd nog veel erger. En hij komt terug met een staalborstel en ging zo open naar open vlees, hè, waar al die nagels hadden gezeten, hè. En ik ging daar en ik kon niet loslaten. Ik ging kapot van de pent, hè. Ik zei, je bent toen gek geworden. Ach, wel nee, jongen. Ik werd pas gek toen ik naar beneden keek. Toen zag ik dat ik zo'n stukje boven de grond hing. Zo belde vrouwke, die vrouw van Jantje Jaansen mij op. Hij zei, ons Jantje die poepte elke merg om 6 uur. Ik zei, dat is toch geweldig. Hij zei, niks beter dan regelmaat. Ja, dat kan wel zijn, zei ze. We worden pas om 7 uur wakker. Maar ja, ik had hem toch maar onderzocht, hè, ons Tontje. Tontje, ons Jantje. Ons Jantje. Ik had hem onderzocht. Ik zei, ga eens even zitten, zei ik tegen Jantje. Ik zei, het is allemaal mis met jou. Gij hebt nierstenen.
Je hebt kalk in de bloedvaten. En in allebei jouw knieën zit vol met water. Dat is niet goed. Oh, zei hij. Als ze me nog gaat vertellen dat ik cement in mijn zak kan zitten, dan ga ik vanmiddag mooi de muur af kunnen metselen. En zo doe ik ook sinds kort al gezichtscorrecties. Hè. Dus kwam er een mooie jonge, oude vrouw kwam naar men. Ze zei, dokter, ik wil graag vollere lippen. Ik zei, dat kan. Ik ga even kijken of, mijn botox, of dat ik botox voor je heb. Hè. Dus ik naar beneden, nam de koelkast, helemaal de botox op. Maar ik had nog wel eens een potje met schaamlippen. En die stond er al vreks lang. Ik doop hem naar de moek vanaf. Dus ik neem dat potje mee, ik zei tegen het vrouwke, ik zeg, hier, mooie lippen. Prachtig, zei ze. Prachtig, doe maar. Dus ik, alles mooi gemaakt. Ik zeg, kom maar over 4 weken terug. Komt ze terug. En ik mag zeggen, het zag er vreks mooi uit. Ik zeg, en hoe bevalt het? Prima, zei ze. Ik kan goed praten, ik kan goed fluiten, ik kan goed zoenen, ik kan goed eten, ik kan goed drinken. Ah, het is geweldig. Prachtig, dokter. Maar er is één probleem, zei ze. Want elke keer als ik een jonge knul voorbij zie lopen, dan begin ik toch te zeveren. Ja, mensen. Ik denk dat ik genoeg gezeverd heb hier. Ik ga onze naast aflossen. Je zit er al lang zat. Te lang naar mijn zin. Ik wens je allemaal een fijne carnaval. En voor de maandag heb ik gewoon spreekuur van 7:30 tot 8:00. Dus kom maar gerust langs, hè. Jongens, bedankt. Carlo, voor de eerste keer een Gijssel in de ton, hoe is dat? Ja, geweldig. Ik had de lakkers goed op mijn hand, dus ik vond het heel fijn om de buurt te brengen. Het is geweldig. Ja? Oké, dank je.